Yo mens, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Tomb Raider Let's Play hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan weer meteen verder waar we gebleven waren, want in de vorige aflevering zijn we van de berg afgeflikkerd en we zijn nu gewond. Dus we moeten naar de helikopter toe om daar verband hopelijk te kunnen vinden. Dus vind je deze hier dan leuk? Ram dan natuurlijk sowieso keihard op die like knop. En dan gaan we zo snel mogelijk natuurlijk weer verder. Ik ben al aan het lopen hier onder het gebouw. Oh, dear God. Alleen, er loopt iets boven me. Er zit iets boven me, maar dat zijn gewoon vijanden. De Somalië. Lost his temper. Again. Any sign of the old man? Zo jongens. Die voor jullie. Oh, daar zit hij. Oh, er zijn nog veel ook. Wacht even jongens, want dit ga ik niet overleven anders. Oh! We zijn nog kapot gewond, hè. Onze hele buik ligt aan flarden. Even reloaden. Zo. Dus, oh nee! Are you fucking kidding me? Ik zag hem niet, man. Ik zag hem te laat pas liggen, toen ik er al in zat. Gelukkig zaten we daar niet eerder in, jongens, want dan waren we sowieso dood geweest. Heb je nog iets leuks bij, jongens? Helemaal niks? Oké, helemaal niks. Nou, dankjewel, hoor. We moeten eens uitkijken voor die traps die er liggen, jongens, want... als we daar inlopen, dan worden we omhoog gesmeten. We moeten naar de helikopter toe zien te komen. Kan je hierop klimmen? Nee, dat kan ze niet. Ik denk dat de ribben of zo zijn gebroken, ik weet het niet. Maar daar kunnen we dus niet naar boven. Oeh, over de balk heen lopen. Er hangen hier allemaal mensen, jongen. Ja, lekker. Top, Lara. Zijn we bijna bij het vliegtuig? Hij staat hier boven. Oké, we hoeven alleen nog omhoog. Oh, dit is sowieso pijn. Ja, dat dacht ik al. Fuck off. Ik pak altijd al hun ammo op, want zij kunnen namelijk ook weer upgrades hebben voor je wapens. Dus ik pak alles op wat ik op kan pakken. En jij moet leren aimen. En ze gaan er allemaal aan. Oké, we zijn bij het vliegtuig, jongens. Nu moeten we kijken of er iets in ligt. Alleen... zal ik het kapot knallen? Oh. Oh, wacht, ik zie het al, ik zie het al, ik zie het al. Ik zat te kijken van, huh, hoe moet ik... oh, wat doe ik? Gewoon de achterkant open. Ja, lekker, de achterkant is open. Zo, we kunnen naar binnen. We zijn er. Ligt hier iets in? Dat is de goede vraag nu. Ja, merk het. Maak hem open. Hoppatee, alles is voor ons. Oké, toch niet. Toch niet. Ligt er nog iets anders dan? Kom op, er moet toch wel iets in liggen. Schoenen, nee, dat hoef ik niet. Heb jij nog iets? Sorry. Ah, man. Ja, ja, nee. Wat heeft hij? Een aansteker. Oeh, nice. We hebben er niet heel veel aan, maar wel nice. Oeh, ze gaat zich... oh, nee, toch niet, hè? Nou, dan gaan we. We gaan het dichtbranden. Of we gaan iets eruit halen. Ik weet niet wat er is gebeurd namelijk. Volgens mij zit er iets in namelijk. Zo, dankjewel voor de aansteker. Hehe. Kunnen we verder? Ja? Ze kan weer, jongens. We kunnen er weer tegenaan. Oké. Dan moeten we Sam gaan redden. Die zit daar weer in het paleis. Dan moeten we eerst weer omhoog een stukje, volgens mij. Want we waren natuurlijk helemaal naar beneden geknald. Kijk eens aan.
Brandpijlen. Ik zat er te kijken van waarom kijken ze nou naar die dingen. We kunnen nu dus brandpijlen maken met die aansteker. Nice. Oh, fucking chill. Roth, can you hear me? Roth? Lara, are you okay? I'm fine. You don't sound fine to me. I'm fine, Roth. Where are you, girl? I'm in some kind of shanty town near the fortified palace. I'm still coming down the hill. How did you get there so fast? Dat wil je niet weten. Sorry. I can see the town from here. Are you near that large gate? I'm heading towards it. It's the outsider. Oh, shit. Oh, ze hebben ons weer gespot. Nee, schiet de flare. Oh, man. Maar we hebben... What the fuck, hoeveel komen er wel niet? Oh, daar gaan we, jongens. Fuck off. Oh my god. Holy shit, we blazen gewoon alles op. We blazen alles op. Komt er nog meer. Hoppatee. Op dat tonnetje, op dat tonnetje. Nice. Nog meer. Hij leeft nog. Wow. Dat is niet zo handig. Boom. Komen er heel veel jongens nu. Komen er heel veel. Hij leeft. Nee, hij is dood. Hij is dood. Nog meer. Oh shit. Zit hij nou? Nou, hij zit daar. Hij zit daar. Ik zeg gewoon. Mispoes, jongen. Mispoes. Komen er nog meer? Oh. Er komen er dus nog meer. Oh fuck, hoe kon ik die nou weer mis? Oh nee, hè. Zo, jou heb ik ook nog. Jou heb ik ook nog. En jou heb ik ook. Nog meer? Ja, ik zie er nog meer. Er zijn er wel heel veel jongens, maar ik zet ze allemaal in de fik, jongen. Was dat het? Oh nee, hij leeft nog. Nu niet meer. Zo. Ik denk dat ze dood zijn. Zo de knetter. Zo doen we dat, jongens. Zo doen we dat. Loopt ook nog een wild zwijn hier, hoor. Hallo, vriend. Jou laat ik leven. Jou mag ik wel. Oké, ik ben even aan het looten, want we hebben heel veel punten weer. Dus dankjewel voor alles wat jullie aan me gegeven hebben. En dan kunnen we even hier naar beneden. Het zwijn, dat doet toch niks. Het zwijn, dat mag ik wel. En dan kunnen we even gaan upgraden. Zwijn, waar ben je? Zwijntje. Oh, ik weet niet waar die is. Oh, mijn zwijn is weg. Hij is echt weg. Nou, ik mocht hem wel. Herman, het zwijntje is weg. Hij is verdwenen, jongens. Oké, we kunnen hier weer gaan upgraden. Want we hebben weer één vaardigheidspunt. Dus dan kunnen we weer een jagersupgrade kopen. Door je toegenomen kracht kan je de maximale hoeveelheid munitie meenemen. Oh, nice. Elimineer je vijanden met finesse om grotere beloning te verdienen. Doe maar hier meer ammo. Meer ammo is natuurlijk altijd goed. Chill. Nog meer ammo. Hoe meer ammo, hoe beter, jongens. Oké, nice. En dan kunnen we ook nog een wapen gaan upgraden. Want we hebben 445 punten. Kan ik iets voor mijn boog upgraden? Nope. Kan ik iets voor mijn... Ja, shotgun verbeteren. Dat is wel handig. Even kijken, wat is dit? Voeg een alternatieve vuurstand toe om de spreiding te verminderen en een groter bereik. Dat is handig. Door de gegleufde loopmantel is het geweer beter hanteren. Nee, dat boeit me niet. Zijn er doorloop tussen schoten? Dat boeit me ook niet. De bekleding van de voorste greep maakt het wapen stabiel. Oké, doe maar het eerste, want dan kunnen we verder schieten. En dat is wel handig, hè? Vernauwen, dankjewel. En dan hebben wij nog hoeveel punten over? 45. Oh, deze zijn al onze punten op. Al onze punten op met één upgrade. Klaar. En ik moet nog even een andere uitrusting aandoen. Want deze die ziet er zo modderig uit. Dus ik wil even iets anders aandoen. Even kijken. Wat is dit? Piloot. Doe deze eens aan. Misschien ziet deze wel mooi uit. Even kijken. Nee, gadverdamme. Die wil ik niet aan. Kan ik ze niet bekijken als ik ze aandoe? Dan kunnen we hem mooi aandoen namelijk. Nee, we kunnen ze niet bekijken. We kunnen alleen de doos bekijken. Een sloper. Oeh. Laat die eens zien. Hoe ziet die eruit? Ah.
Je ziet er wel goed uit, maar niet wat we willen. Wacht. Wat hebben we nog meer? De scherpschutter, die hadden we al bergbeklimmen. Nog even kijken. Hoe ziet die eruit? Oh nee, die helemaal niet. Die wil ik helemaal niet aan. Oké, we houden deze aan, jongens. Zo. Tadaa. Oké, zitten we niet meer onder die modder namelijk, want dat was best wel goor. Waar moeten we precies naartoe? Oh, daar naar boven. Oké, dan moeten we gewoon een parcours afleggen door deze sloppenwijk. En dan komen we er vanzelf wel. Hop, even een kistje pakken. Denk, hier zijn niet veel kistjes, man. Hier, een nieuw jachtonderdeel voor mijn jachtgeweer gevonden. Een nieuw onderdeel. Even kijken. Hier ligt ook nog ammo, maar mijn ammo zit nog niet vol, want we hadden een extra ammo gekocht. Ik ga niet het hele ding doorzoeken, maar we kunnen wel even oppakken wat we... God, serieus, alweer? We kunnen wel even oppakken... Zo. Wat wij kunnen oppakken en wat we zien. Ik werd afgeleid door die ammo, man. Dus ik zag die hele trap niet liggen. Oh, dit kan ook nog kapot. Kijk wat erachter ligt. Oh. Oké, okay, er ligt niet veel achter, behalve een geheimpie. I want the secret, man. Wat is dit? Could it be from Kublai Khan's lost fleet? Zou kunnen, ja. Oh wait, it's a fake. Oh. Made in China. Oh ja, ik zie het staan. Made in China. Nep. Volgende. We hoeven geen nep shit te hebben. Laat maar lekker liggen. Oh. Wat? Jammer jongens, ik ben alweer los. Fuck off, maat. Fuck off. Laat ze maar komen, laat ze maar komen. Rot op. Ja, schiet maar jongens, schiet maar. Rot op. Rot op. Jammer hè jongens, dat ik raak aan schieten. Jammer hè. Zo, mijn laatste kogeltje. Hop. Daar waren ze. Easy XP jongens. Allemaal dood. Easy. Dan lig je wel een paar dingetjes in. Dus we kunnen even... My God. Alles openmaken. Ze hebben dit mens opgeofferd. En die ook allemaal. Lekkere plaats zijn we weer in beland. Heerlijk. Maar we hebben de ambush weer overleefd. Dus we kunnen even kijken wat zij allemaal bij zich hebben. Ammo, ammo, nog meer ammo. Dankjewel, nog meer ammo. Ja, top. Dank jullie wel. Zo. Oké, hebben we onze ammo ook weer terug? Dan moeten we even kijken hoe we hier naar boven kunnen komen. Oh, kijk, hier kunnen we wel verder, denk ik. Oh niet, hier komen we vandaan, hè. Hier komen we vandaan, jongens. We moeten daar naartoe. Die dikke straalende lucht. Dus dan moeten we deze kant op. Kijk, ze hier allemaal liggen, jongens. Ze liggen gewoon op een hoopje hier, oh. Hey, lekker slim, jongens. Als je mij aanvallen, hè. Gadverdamme, man. Oh, hier is de ingang. Hier kunnen we verder. Is er nog ergens een trap of zo? Niet dat ik zie. Oh, oh. Dat zeg ik wel leuk, maar... Wat doen ze nou? Zijn dit nou echt zulke retards of het lijkt het maar zo? Jammer jongens. Jammer jongens, ik kan slaan. Jammer hè? Huppatee, die voor je. Kijk uit jongens. Want Sam, hè? Fuck off, joh. Oh, shit, boven. Doei, doei.
Nog meer? Wow. Ik zie hem, jongens, ik zie hem. Ja, jij raakte me wel van hard, ja. Dat heb ik door. Boom! Nu niet meer, jongen. Jammer. Zo, we hebben ze allemaal, jongens. Zo. We zijn weer dood. We moeten onze shot kunnen gaan reloaden, want ik heb één kogel geschoten. Ik had die Juggernaut, Juggernaut. Die Venom's schild heb ik in één keer down. Even al mijn ammo terugpakken. Easy. Easy peasy. Er liggen nog crossbowkogels. Dat was hem weer. En dan kunnen we de poort weer openmaken. Ze hebben de poort namelijk laten vallen. Daarom zat ik daar vast. Dat gevoel had ik al. Maar ze zijn er toch allemaal dood. Dus ik heb er geen last van. Oké, dan kunnen we de poort openmaken. En dan kunnen we verder. Het is wel een mooie poort, joh. Oh, dat lukt dus niet. Serieus? Kan ik? Zij zit daar vast, hè? Daardoor kan hij niet omhoog, toch? Ja. Dan komt er dat ding dat erop zit. Brandbaar. Oh, hij kan branden. Dat steken we gewoon in de hands. Burn, baby. Yo, en dan kunnen we verder. Nu kan hij wel open, namelijk. Dat was een slot. Kijk, maar nu kunnen die dingen draaien. Anders konden die... draaiende tandwiels kon anders niet draaien. Dus hij is open en er doorheen. Zo. Infiltreer het paleis. Ja, daar zijn we mee bezig, jongens. We gaan lekker. We hebben weer 318 punten. Dus we kunnen waarschijnlijk wel weer iets upgraden. Ik wil eigenlijk iets voor mijn geweer upgraden. Even kijken hoor. 15 extra kogels. Dit is minder recoil. Dit is de terugslag die minder groot wordt. Dat is hetzelfde dus. Dit is de herlaadsnelheid vergroten. Nou, het is gewoon dual mag. En dit is de vuursnelheid verhogen. En ik wil eigenlijk minder recoil. Dus daar ga ik ook voor. Dus het kost 300 punten. Dus al ons geld weer op. Of al ons geld, al onze punten. Ik weet niet of het geld is of wat het ook mag zijn. Maar alles is weer op, jongens. Dus we kunnen weer verder. Chill. Oeh, ze komen er weer aan, hoor. Met z'n allen. Ze weten alweer dat ik hier ben. Zie je de gazen? Zag je? Uh-oh, dit was niet zo handig. Oh, nu zitten we in de pit. Dit was niet zo handig. Kom erop, jongens. Ze zitten daar in die soort van boomhut. Ze hadden zin om een boomhut te bouwen. Maar ik weet ook niet of ze in mijn rug zitten. Volgens mij word ik zo meteen ontsingeld. Dat was het gevoel, heb ik. Kom dan. Oh my god. Ja hoor, daar komen ze. Oké, die twee. Oh. Er zit onze maat in daarboven. We gaan maar even hem helpen. Er liggen hier wel allemaal pelsjes, jongen. Ja, up here, ik kom eraan. Ja, ik kom eraan. Oké, daar kom ik. Oh, dat is een fucking dynamiet, man. What the heck? Oké, die trap is dus weg. Dat was dus onze trap. Die is in ieder geval weg. Het alarm gaat nu af. Het fucking alarm gaat af. Ze hebben nu zelfs een alarm, man. Oh, wacht. Dat is het alarm. Of niet? Zit die nou... Hij zat aan het fucking alarm te draaien, man. Die mogol. Ik zie je zitten, vriend. Doei. Nee, niet aan dat fucking alarm draaien. Rot nou even op, man. Auw. Who wants some, huh? Niet aan dat fucking alarm draaien, nou. Nee, natuurlijk wil ik niet dood. Wat denk jij dan? Oh, deze gaat sowieso raken. Wat? Oh, ze hebben... Jongens, ik kan niet dood hoor. Ik kan het proberen, maar dan ga ik je niet lukken. Fuck, ligt die er niet naast me?
Gooi hem dan. Jammer, vriend. Jammer, vriend. Hij zit daar achter, man. Daar zit hij. Maar daar zit er ook nog één, joh. Mispoes. Dynamiet. Ik killde de verkeerde, zag je dat? ik schoot op de ene al en ik killde de andere. Fuck off. Dynamiet. Dynamiet incoming. Er komt versterking nog aan ook. Durven jullie wel, jongens? Ik moet even pijltjes op zien te rapen. Ligt er hier nog ergens pijltjes? Ligt er wel ammo? Dan laat ze maar komen met die fucking versterking. Kom maar, jongens. Ik kan niet meer terug, volgens mij. Oh, kijk, daar, hij komt me helpen. Hé, hey, man. Kijk uit, hoor. Dat ze niet hier raken. Ik kan niet meer terug van hier. Damn it. Well, they got some kind of setup for hauling cargo. Maybe Ooh. You can use it to come around the other side. Ik zal mijn best doen. All right. I'm on my way. I'm on my way. En dan kunnen we hier dus gaan klimmen. Denk ik. Oh. Althans. Ik kan er ook gewoon naartoe lopen. Wacht, even pelsen pakken, want die liggen hier nog. Thank you. En mijn pels zit alweer vol. Oké, dan gaan we gewoon via het water. Oké, dat loopt dood. Dat is dus niet zo handig. Oh, hier kunnen we naar boven. Hier. En dan kunnen we hier weer verder. Zo. Hop. Er liggen nog wat extra pels, maar mijn pels zit al vol. Dan kunnen we dus weer... Dank u. Naar boven komen. En dan moeten we die... die kabelbaan, zoals we het gewoon even kunnen noemen... Moeten wij gaan gebruiken. Om dus naar de andere kant te komen. De grote vraag is... Hoe komen we daar? Dan moet ik daar naar boven waar net al die vijanden vandaan kwamen, man. Dus dan moet ik via die... Ja, ik weet hoe ik ga. Ik weet het al. I know it, man. Hier ligt nog ammo. Zit vol. Zit ook vol. Alles zit vol. Oh, wacht. Even reloaden. Dan zit hij dan nog steeds vol. Ja, dus. Oké. Dat weet ik veel. Oké, dan kunnen we via die baan die zij hebben gemaakt... Hey, wacht. Kunnen we deze niet gewoon gebruiken nu? Ja, wel, zie je wel. Oké, dan zitten we dus nu in hun span, om het maar even zo te noemen. En dan kunnen we dus zo overheen springen over het hek. Kijk, dit is dat alarm, by the way. Dit was dat alarm. Waar leidt deze naartoe? Oh, die leidt daar. Oh, dan moeten we echt helemaal omlopen, jongens. We moeten helemaal omlopen. Oké, dan. Ah, we komen er vanzelf. We hebben alle tijd. Komen er vanzelf. Loslaten. Oh, kijk. Er ligt ammo. Dat hebben we niet meer nodig. Weet je wat? Ik loop wel gewoon. Want zometeen gaat het verkeerd namelijk. Lopen is wat veiliger dan... Oh, ze zijn er weer. Doei jongens. Tot de volgende keer. Kom dan. Hij zit daar, man. Zie je wel. Kom dan. Kom dan. Oh, fuck. Ik schiet hem mis ook. Ik hield hem te lang vast, man. En nu schoot ik mijn pels proberen daarop. Wacht maar. I got an ID, man. I got an ID. We pakken ons pistooltje erbij. Zoomen we gewoon in op zijn hoofd. Op het moment dat we hem even kunnen zien, maak ik een headshot. Nee? Weet je het zeker? Dan pakken we onze shotgun. Dan wordt het shotgun tijd, jongens. Vriend. Ik dacht het even niet, hè. Rot op. Volgens mij leeft hij nog. Ja, hij leeft nog. Zo, nu niet meer. Nu niet meer! We moeten hier langs springen, maar niet in die fucking... piek terechtkomen, zo. In één keer. Ho! Oh. Ik heb ook een shotgun, jongen. Volgende keer beter. Fuck off.
Zo. Is dat iedereen? Is iedereen weer dood? Dan kan ik ze nog even looten namelijk. En dan kunnen we verder met de takelbaan. Geheime locatie, een tombe in de buurt. Oh, hier. Zit iets? Zit hierin? Helemaal niks? Oh, viel bij per ongeluk. Waar zijn we nu dan, joh? Volgens mij zit hier ergens een geheim, jongens. Kijk maar. We moeten hier niet naartoe, hoor. Dat weet ik, maar... Volgens mij zit hier ergens een geheim. Zullen we even een kijkje nemen? Wat is dit? Numbers. Some kind of coordinates. Did someone want these to be found? Volgens mij hebben we weer een geheim ontdekt, jongens. Er ligt hier in ieder geval van alles, dus ik pak van alles wat ik op kan pakken. En deze kan ook open. En dan moeten we even kijken waar dit uitkomt, want ik moet hier niet naartoe. Maar ik kan er wel naartoe. Het moet maar één ding... Of waar ben ik nu weer boven? Of waar ben ik nu dan? Huh? Oh, ik ben nu weer hier. Oh. Oh. Het zal wel, ik ga gewoon door. Ik heb geen zin om dat namelijk uit te gaan zoeken. Okay, dan springen we even op zo'n karretje zo. Althans, waar leidt dit naartoe dan? Oh, dit leidt naar op zo'n karretje. Nou, kom maar langs met zo'n kutting. Komt ie dan, hè? Daar komt hij aan, ik zie zijn schaduw. Hop. Oh, dan moet je er wel op springen. Dankjewel, Lara. Dankjewel. Dankjewel. Zo. Okay, proberen we het nog een keer, jongens. Wacht, ligt hier dan nog? What the fuck is dit dan nog? What the heck? Ik weet niet wat dit is hoor, jongens. Dit is een windmolenkamp. Ik ga even hier een kijkje in nemen. Ik was eigenlijk niet van plan, maar ik zie nu zoiets moois. Dat kunnen we niet laten liggen. What the fuck? Al die mensen, jongen. Er zijn zoveel doden op dit eiland, dat is niet normaal meer. Ik weet niet waar dit op uitkomt. Maar, oh, het wordt donker. Oh my god, ik schrok, Lara. Holy shit. Ik weet niet of dit zo'n handig idee was, jongens, maar... Dat zullen we vanzelf zien. Als het niet zo'n handig idee was, dan... Kijk al die schedels liggen, jongen. Dan komen we er vanzelf achter. Ik ben wel benieuwd namelijk waar dit naartoe leidt. Oh, hier, dit kunnen we oppakken. En dan? Ik zie niet veel. Maar oeh. Nice, Lara. Maat, je moet me niet godverdomme laten schrikken, ja? Dat vind ik namelijk niet leuk. Oh, kijk eens jongens. Kijk eens. Some kind of workshop. The Solari have completely taken over the old places of this island. Kijk eens. Oelala. Ik weet alleen niet wat ik hiermee kan doen. Dan kan ik iets kan ik hulp tegen gooien en dan. Ja, leuk. We moeten even een weg naar boven zien te. Oh, fucking hell. These carvings are old. Hundreds of years. Ligt hier ook gewoon... Dit is een... What the fuck? Fucking sick. Even laten slingeren dat ding. Ik weet niet waar die tegenaan knalt zo, maar... Oh, nergens dus. Maar hoe gaan we hier naar boven komen? De heck? Het ziet er wel mooi uit, though, maar... Wacht even, ik moet hem even daar tegenaan slaan, denk ik. Ik moet even iets zien op te blazen, denk ik. Er liggen allemaal van die... Gaat hij raak? Ja. Er liggen allemaal van dat soort dingen, alleen... Wat ik ermee kan... Geen flauw idee. Wacht eens. Als ik ze nou hier neerleg... Hey. Oké dan, ik weet het. Yo. Found it.
Dan leggen we deze hier ook op. Hop, dat is nummer 2. Dan leggen we al die dingen erop. En als het goed is, moeten we dan een ramp maken. Hop. Laat hij al liggen? Maar hij blijft wel liggen. We leggen die laatste er ook nog wel bij. En dan kan ik als het goed is naar die muur springen. Want die muur kunnen we vastpakken met onze haak. Dus op, ze liggen er nu allemaal op. Dan rennen we. Huh, en dan pak ik dat ding. Oké, niet vast. Kun je niet gewoon in één keer... Kun je niet gewoon in één keer naar die muur toe springen, of niet? Huh? Ja, we hebben hem. We hebben hem. Oké, we got it, Houston. Woo! Oké, dan kunnen we weer verder, jongens. Kijk eens aan. En dan kunnen we nu naar het trappetje toe springen. Dan hoop ik niet dat hij afbreekt. Niet afbreken. Huh? Dankjewel. En dan zijn we er. Zo, we zijn boven. Wat zit erin? Wat zit erin? Een dikke schatkist. Kijk eens aan. Hoppatee. Dat noemen wij nou nog eens goud, jongens. En stop het maar in je zak. Zo. Tombe geplunderd. Wow. Zaal des oordeels gehaald. En we hebben meteen een pistool onderdeel ook. Nice. Dan kunnen we hier doorheen glijden toch wel, hè? Ja, wee. Zo. Oké, jongens, dan kunnen we weer terug waarvan we vandaan komen. En dan kunnen we verder. We hebben er eventjes een omweg bij gedaan. Bij genomen. Maar, it's all good, man. It's all good. Moeten we wel weer eventjes terug zien te komen. Niet dat deze plank zo meteen breekt of zo. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Zo. Helemaal terug. En dan hebben we dus weer een geheim gevonden, jongens. Dat is het tweede geheim dat we tot nu toe hebben gevonden. Dat is wel vet. Gewoon random. Zullen we ook wel wat geheim hebben gemist. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. We hoeven niet elk geheim. We hoeven niet elk geheim te ontdekken. Maar deze hebben we dus wel ontdekt. Zo, oké. Okay. Let's go. En we zijn weer. Als het goed is. Er ligt hier zo'n GPS ding. Tadaa. Als het goed is. Weer. Buiten. Ja, daar zijn we weer. Oké, jongens. Dan kunnen we dus nu met die karretjes mee naar de overkant. Maar ik ga, voordat we dat gaan doen, deze aflevering wel afsluiten. En hier is ons zwijntje, Herman. We gaan afsluiten met jou, jongen. Niet meer aanvallen, hè. Ik hou van je. Oké, nou niet. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze aflevering. Mocht je nou hebben genoten, ram dan natuurlijk sowieso keihard op die like. En op morgen zijn we natuurlijk meteen weer terug met een nieuwe aflevering. Om 1500 uur precies. Dus mocht je nou hebben genoten, ram op die like. Dan hoop ik jullie morgen natuurlijk allemaal ook weer te gaan zien. En dan gaan we weer verder waar we gebleven waren. Dat is namelijk Hero. Dus mensen, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye bye.